Deze handleiding bespreekt het intelligente stopstart systeem. Intelligente stopstart wordt geactiveerd wanneer het contact aan wordt gezet. Als de auto van een snelheid boven de 4 km per uur tot stilstand komt, schakelt het intelligente stopstartsysteem de motor uit. De motor blijft uitgeschakeld zolang de auto stilstaat en u uw voet op het rempedaal houdt. Op het instrumentenpaneel gaat een waarschuwingslampje branden. Zo kunt u zien dat de motor uitgeschakeld is. Het systeem start de motor automatisch wanneer u het rempedaal loslaat. Als u terwijl de auto stilstaat de draaiknop in de stand Neutral zet, start het intelligente stopstart systeem de motor alleen wanneer Drive of Sport is geselecteerd en u het rempedaal loslaat. Het intelligente stopstart systeem controleert ook een aantal andere voertuigsystemen. Indien een van de volgende situaties zich voordoet, stopt het systeem de motor niet of wordt de motor automatisch weer gestart wanneer deze al gestopt is. Als u het gaspedaal intrapt. Als u met de schakelhendels een versnelling kiest. Als u met de draaiknop de achteruitversnelling kiest. Als de klimaatregeling vaststelt dat extra koeling of verwarming nodig is om de temperaturen de auto te handhaven. Als de motor zijn bedrijfstemperatuur niet helemaal heeft bereikt. Als de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet heeft omgedaan. Het intelligente stopstartsysteem kan via de toets ECO op de middenconsole worden uitgeschakeld. Op het instrumentenpaneel gaat een waarschuwingslampje branden. Zo kunt u zien dat het systeem uitgeschakeld is. Meer informatie over deze functie vindt u in het instructieboekje. Neem voor andere informatie of ondersteuning contact op met uw dealer.